Een bommelding bij de Sol heeft vandaag ertoe geleid dat de politie een deel van de Van het Hogerhuisstraat heeft moeten afsluiten. We hebben buiten de camera om gesprekken gehad met de mensen hier en we hebben dus begrepen dat werknemers en bedrijven in de buurt werd aangeraden om te sluiten voor hun eigen veiligheid. Het geheel moet om en bij zijn gebeurd rond 9:45 dat deze bommelding binnenkwam. Zo de situatie kunnen zien aan de Van het Hogerhuisstraat. De eerste melding die dus kwam was dus dat er een bommelding was. En het heeft de nodige impact gehad, want op social media, alles maar bij Takatori. Mensen vroegen zich af wat gebeurt er in Suriname. We hebben uiteindelijk een gesprek gehad met mevrouw Letitia Pinas van de afdeling voorlichting van het Korps Politie Suriname. In een telefonisch gesprek heeft zij aan ons aangegeven dat het om een training zou gaan. We voeren u nu naar dat telefonisch gesprek, zodat u deze informatie ook tot u kan nemen. Wat ik hierover kan zeggen, is namelijk dat er een goed georganiseerd scenario, worst case scenario, in elkaar is gezet door de politie. Laat me het beter formuleren, door de verschillende organisaties, en waaronder ook de politie en de SOL. Okay. En het heeft dan te maken met een scenario waarbij men een casus uitwerkt. En hierbij was het dan een bommelding. En dit moest dan uitgewerkt worden. En dat is dan ook gebeurd. En ik mag u zeggen dat inderdaad een bom was geplaatst. Maar zoals we al zeggen, is een simulatie. En de bomsquad van het Nationaal Leger heeft deze geneutraliseerd. En de wegen zijn dan weer vrijgegeven. Oké, dus het ging eigenlijk om een oefening, als ik het zo hoor. Het was gewoon een oefening vanuit de verschillende organisaties. Geen reden tot paniek, want ik was daar. Het is, er en ik zag geen reden tot paniek. Mensen werden geëvacueerd, winkels sloten. Juist, omdat het niet vooraf is bekendgemaakt aan de samenleving. Alleen om te voorkomen dat men voorbereid is erop en dan bereiken we de juiste resultaten niet. Okay. En vanuit public relations moesten wij dan ervoor zorgen dat de samenleving wordt geïnformeerd. Dus hebben we dan een bericht uitgegeven. Ja. En nu de weg weer is opengesteld, hebben we het dan weer doorgegeven aan de samenleving. Wat ik wel kan meegeven, is namelijk dat wat een beetje minder is meegevallen, is dat de samenleving niet gelijk, laat me praten over de samenleving, dat de weggebruikers niet gelijk hebben gereageerd op de sirene en het zwaailicht van de politie. Okay. En dat kan als obstakel worden gezien in een serieuze situatie, waarbij de politie inderdaad op tijd op de PD moet zijn, op de plaats delict moet zijn, om inderdaad mensenleven te redden. Dus, daar moet dus vanuit dat, u ja. willen we dan een beroep doen op de samenleving, vooral weggebruikers, om altijd wanneer ze de politie sirene horen of van de brandweer ook, dat ze daarop serieus reageren door aan een kant te gaan. Okay. Ook op wegen waarbij er een dubbele baan is, is het beste voor weggebruikers om gebruik te maken van de linkerbaan, want de rechterbaan is meer voor het inhalen. Als ze ook daar rekening mee houden, dan is het makkelijker voor de politie om in te spelen. En andere instanties ook om in te spelen op gevallen die zich voordoen waarbij mensenleven in gevaar zijn. Goed, laten we hopen dat de mensen dat meenemen. Dus ja. In ieder geval, er is geen vultje aan de lucht. Daar... Nee, de samenleving mag nu gerust verder gaan. En elke melding vanuit de politie moeten ze gewoon serieus blijven nemen.